Goedemorgen, het is 9:10 en ik ga zo naar Hamburg met de trein. De tas is ingepakt en de camera gaat uiteraard mee. Ik ga samen met Jesse naar Hamburg en Jesse heeft iets met treinen, maar dat is niet waarom we met de trein gaan. Dat is namelijk op mijn verzoek. Ik dacht, met de trein, dat duurt ook wel even, maar je stapt in en je stapt uit en that's it. We zijn op Bad Bentheim, net over de grens. En we krijgen nu een nieuwe locomotief. Een rode. Nou, wat ik zei over instappen en uitstappen en je bent er is niet helemaal waar. Want we moeten één keer overstappen op Osnabrück. Maar gelukkig heb ik wel een schnitzelbaguette gehaald, ja. We zijn aangekomen in Hamburg. Hamburg Altona. Hoe vond je de treinreis? Lang. Nu gaan we ons hotel zoeken. Als het goed is, hebben we een super deluxe suite. De kast om uit de kast te komen. Dit? Ja. Dit is een kast. Ja. Ik wil niet meer in de kast. We zijn door een super aardige Uber driver ergens random afgezet. En dat blijkt precies te zijn voor het restaurant waar we hamburgers willen gaan eten. Dus de eerste Hamburgse hamburger. 6,5, 7. Nou, 6 hoor, mager 6. Er zat jam op de bodem. Jam op mijn hamburger. En feta. We lopen door de Alte Elbe tunnel. Het is super hoog, ik heb een extreme hoogtevrees. Maar nu zijn we beneden. Ja, dank schön. Schönen Abend. Goedemorgen Hamburg. Of eigenlijk is het al middag. We hebben ons een beetje verslapen, maar dat is niet erg, want we hebben vakantie. We weten niet zo goed wat we vandaag gaan doen. Misschien naar een museum. Maar eerst wat te eten zoeken en douchen. En nog een beetje wakker worden. Lief, hoe erg zou jij het vinden als ik mijn camera als een tasje aan mijn riem zou dragen? Ik weet niet dat we dan nog samen door de stad gaan lopen. We zijn eindelijk ons hotel uit voor een heerlijk ontbijtje bij de burgertent die we in Wenen ook al hadden ontdekt. En die staat vlak bij het ons hotel. Sometimes I wish you were born in 83 or 84 or... Burger de Ville hamburger. Van mij krijgt hij toch wel een 7,5 of een 8? Ik denk wel een 8. De barbecue saus is wel echt heel lekker. Sometimes I wish you were more like me or more like anyone at all. We gaan met de U-baan. S-baan. We gaan met de S-baan naar een museum in het centrum van Hamburg. I'm counting the days till you leave without notice. I'm counting the days till you disappear. We dachten, gaan we met de S-baan, dan zie je nog wat van de stad, maar ging de hele tijd onder de grond. Dat was jammer. Maar we stappen wel rechtuit voor het museum. Have you lost your mind? Are you dumb, deaf and blind?
museum was interessant. En nu gaan we iets te drinken zoeken. Hoop ik. Het recht is deel van het goede en het billijke. We hebben nu een behoorlijk stuk door Hamburg gelopen, door een heel mooi park en door een soort industriestuk en nu langs de grote messen. En nu wordt het tijd voor een hamburger, denk ik. Het was een eindje lopen, maar we hebben het gevonden. Otto's Burger schijnt een van de lekkerste van de stad te zijn. Otto's Burger, wat mij betreft wel de beste van dit weekend tot nu toe. 9. 8 was wel een goede dikke burger. Hij was lekker medium gebakken. En een knappe barman. De U-baan die rijdt hier niet, dus we gaan toch maar een Ubertje pakken. We zijn in onze quest naar de lekkerste hamburger helemaal aan de andere kant van de stad beland. Welterusten, tot morgen, de laatste dag in Hamburg en waarschijnlijk ook de laatste hamburger. Het zijn geen hamburgers, maar eerlijk gezegd komen de hamburgers me heel even een beetje de neus uit. Dus we hebben nu gewoon een lekker scrambled egg. We zijn in Haven City, wat een soort combinatie is van de Kop van Zuid in Rotterdam en een beetje Almere en een beetje Java-eiland ofzo. Het is heel druk, maar we weten eigenlijk niet precies wat deze mensen hier allemaal aan het doen zijn. Dat wordt een mooie timelapse. We gingen met de hoogbaan door Hamburg en blijkbaar hadden we een verkeerd kaartje gekocht. Dus werden we aangehouden door de controleurs en moeten we een boete van 120 euro betalen. Lekker dan, cash afrekenen graag. Maar goed, snel vergeten en nu gaan we lekker in de trein naar huis. Even over die boete. Het leek net alsof ik heel luchtig deed over 120 euro, maar ik was daarvoor heel erg kwaad. Ik wilde alleen niet mijn vakantie laten verpesten. Ik heb echt alles geprobeerd om eronder uit te komen, maar ze moesten gewoon die boete geven. Scheiße. Dat heb je. Dat is meer strategisch om naar een kaart te tonen. Worst. De terugweg leek wel langer dan de heenweg. Maar we zijn in Hilversum. Hamburg, top. Conducteurs in Hamburg, niet super. Zijn je final words over Hamburg? Leuk voor een keertje, maar volgende keer gaan we naar Leipzig.